Geld, dat is iets waar veel mensen dagelijks om 8 uur voor opstaan. Maar maakt dat je wel gelukkig? Dat is de vraag die we vandaag aan de mensen hier in Enschede gaan stellen. Laten we beginnen. Denkt u dat geld gelukkig maakt? Ik denk voor een hoop mensen wel. Ja, ligt eraan. Op zich geld niet. Maakt geld niet gelukkig. Maar het niet hebben van geld is deze tijd voor veel mensen ongelukkig. Nou ja, gelukkig maken, dat denk ik niet meteen. Maar ik denk dat het onderdeel is van het hele bestaan. En we zijn ervan afhankelijk. En dat maakt het dat we wel geld nodig hebben om überhaupt te kunnen leven. Nee. Nee, zeker niet. Geld is een hulpmiddel om gelukkig te zijn, maar het helpt niet om gelukkig te worden. Ja, je hebt het middel om iets te kopen, maar van iets kopen word je niet gelukkig. Van vrienden heb je meer geluk van dan van geld. Moeilijke keuze. Ja, mij niet per se. Nee. Het kan beide kanten op gaan. Het speelt natuurlijk wel mee, dingen die je kan doen en zo, maar ik kan het ook zonder. Ik kan ook leuke dingen doen zonder geld, ja. Naar het strand of zo, en dat hoeft ook niet heel veel geld te kosten. Maar ik kan ook wel begrijpen als mensen zeggen van wel. Ja. Je kunt wel heel leukere dingen doen of iets in die richting. Geld op zich maakt niet gelukkig. Soms is het wel gemakkelijk als je wat geld hebt. Maar geld maakt niet gelukkig. Nee. En waarom niet dan? Omdat je geluk in jezelf moet vinden en niet bij het geld. Ik denk dat voor sommige mensen het makkelijk is om in ieder geval geld te hebben om te kunnen leven. Maar ik denk niet dat het het allerbelangrijkste is. Wij kennen gewoon een heleboel mensen die eigenlijk geen geld hebben. En toch heel gelukkig zijn met een gezin en goed kunnen rondkomen. En ook wel manieren vinden om dan te kunnen leven en leuke dingen te doen. Dus. Als je niks tekort komt en je hebt geld om een ijsje te kopen en je gezin te onderhouden. Ja, dan denk ik dat je nog dat geld geen rol speelt eigenlijk. Dus u zegt geld, dat heb je gewoon nodig. Ja, het is een onderdeel van wie we zijn. En het, ja, er is nog geen ander middel. Vroeger kon je ruilen, maar dat is niet meer. Dus je hebt wel iets nodig om te betalen. En als je het dan niet hebt, dan word je dan niet ongelukkig? Of als je het wel hebt, dat je dan gelukkiger wordt? Nee, dat heb ik nu. Ik heb beide wel ervaren met heel veel geld en heel veel minder geld. Maar dat doet aan het geluk niks af. Dat heeft voor mij niks met geluk te maken, nee. Met innerlijk geluk. Geld is handig om dingen te kunnen doen, dingen te kunnen aanschaffen of ongelukkig te worden. Maar geld op zich maakt niet gelukkig. Als je om je heen kijkt wat er in de wereld aan de hand is, ja, dan maakt geld veel meer kapot dan dat het geluk brengt. Zoals de meeste mensen al zeiden, geld is dus een hulpmiddel. En een goede manier om je geld te investeren is door lid te worden van Easy Dutch. Want dan kun je wekelijks meedoen aan onze conversatielessen, waar je Nederlands kunt verbeteren. Daarnaast krijg je nog toegang tot nog veel meer dingen, zoals onze werkbladen en nog veel meer. Daarmee ondersteun je ons, zodat wij nog mooiere en nog betere video's kunnen maken. Als je benieuwd bent geworden, dan kun je de details in de beschrijving onder deze video vinden. We gaan nu verder met de video. U persoonlijk probeert u zeg maar veel geld bij elkaar te krijgen of is dat voor u niet? Nee. Ik heb nooit veel geld gehad, maar voldoende om rond te komen. Dus in die zin, ik doe niet aan loterijen mee. Wat ik heb, dat heb ik en daar probeer ik rond mee te komen. En dat heb ik eigenlijk mijn leven lang gedaan eigenlijk. Nee, ik heb 2 gaten, maar ik geef altijd alles weg en ik geef het uit. En dat is nooit heel lang in mijn bezit. Nee. Dus dat rolt voortdurend. U doet ook niet aan een lange termijn plan of zo? Nee. Nee, ik leef echt in het moment. Ik spaar wel voor vakanties of dergelijke, maar het is niet dat ik daardoor gelukkig ben. Het geld van op mijn rekening word ik niet gelukkig van. Ik word gelukkig van een biertje op het terras met mijn vrienden. Ja, maar een biertje kost geld. Ja, maar eentje minder omdat het geld kost maakt mij ook niet uit. Een avondje zonder bier maakt me ook niet uit. En proberen jullie in jullie eigen leven heel veel geld bij elkaar te verzamelen of niet zo? Ik ben wel van meer aan het sparen dan dat ik aan het uitgeven ben, ja. Waarom doe je dat dan? Ja, voor later, denk ik. Voor school, college. Ja, school is niet zo niet goedkoop. Nee. Ja. Dus u doet niet aan sparen? Of? Jawel, ik bedoel, het is wel prettig om geld te hebben. Maar ik denk niet dat geld alleen maar gelukkig maakt. Ja, dat maakt gewoon het leven iets comfortabeler, ja. Zeg maar. Ja.
Maar niet echt per se gelukkig zijn. Nee. Ik denk dat dat meer te maken heeft met omgaan met mensen, van de mensen waar je van houdt. Dat je zorgt dat de samenleving een stukje rechtvaardiger wordt en dat soort dingen. Nou, ik hoef niet per se rijk te worden of zo, als dat de bedoeling is. Nee. Nee, dat hoeft voor mij ook niet. Maar een beetje lekker verdienen is wel fijn. Maar dat is ook gewoon, ik hou van op vakantie gaan. Ja, dat is waar. Daar ben ik niet per se mee bezig, nee. Het is niet zo dat ik me niet kan redden. Ik kan me goed redden, dat is het punt niet. Maar nee, dat is niet een doel op zich. Nee, absoluut niet. En waarom spaart u dan, zeg maar? Als het dan niet om op vakantie te kunnen. Ja, met de kinderen. Ja. Of als de wasmachine stuk gaat. Dat je het gewoon makkelijk, dat je denkt, oh, daar hoef ik niet over na te denken. En heel veel mensen die proberen heel veel van het geld bij elkaar te verzamelen. Waarom doen die mensen dat, denkt u? Omdat ze denken dat als ze maar een dikke auto onder de kont kunnen hebben of whatever of zo, dat ze daar gelukkig van worden. Toekomst. Als je ooit een gezin wilt hebben of dergelijke, dan moet je toch iets met een huis en ze kunnen onderhouden. Dus ja, ik denk dat dat alleen maar nodig is om jezelf te kunnen onderhouden en dingen te kunnen kopen. Om jezelf gelukkig te maken. Om gemakkelijker te leven. En ik denk zelf dat je gewoon geluk in jezelf moet zoeken en niet in het geld. Geld kan helpen om gelukkig te worden, maar van geld word je niet gelukkig. Ja, dus u zegt, zeg maar, geld, dat is zeg maar voor levensbehoud, zeg maar ja. Niet, het staat los van geluk, zegt u? Ja, absoluut. Ja, okay. Zeker. Ik denk dat we deze video kunnen concluderen dat de meeste Nederlanders vinden dat geld niet gelukkig maakt. Maar ondanks dat ze vinden dat geld niet gelukkig maakt, sparen ze wel allemaal voor hun vakantie. Laat ook in de opmerkingen weten wat jij van dit onderwerp vindt. Maakt geld jou gelukkig? Ja of nee? En waarom? Vergeet ook niet lid te worden van Easy Dutch. En hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens!